Esso naar alle dreigers in de back. Ik heb diverse ops keer gezet, je weet toch. Korte zijkantjes, lekker fris. Kan het weer lekker lang groeien. En dan kan ik het daarna, als het lang is, weer lekker niet doen. Want dat doe ik nog steeds niet, zoals je kan zien. Blauw duimpje top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. De Future Stars komt er zo aan. Het is bijna 7 uur. Die ga ik dan aanschouwen. En dan gaan we hopen dat er wat leuke kaartjes tussen zitten. Aan het begin van FIFA, of aan het begin van Ultimate Team, als je er binnenkomt, zie je al een laadscherm met Heuland. Die Noorse spits van Dortmund. Met Valverde die iedereen krijgt. En waarschijnlijk ook Lautaro Martinez. 99% zeker. En Argentijn met, wat was het, 91 of 92 shooting. Dan weet je al. Dat gaat Lautaro Martinez zijn. Dit is het team waarmee we de eerste Weekend League wedstrijden gaan spelen. Ik had Brozovic er eventjes ingezet, want die had ik nog. Ik wilde Pirlo kopen, maar die stond er goedkoop voor open bid. Dus daar gingen we eventjes op wachten. Maar ik wilde wel al spelen. En wie maakt het eerste doelpunt van dit weekend? Niemand minder dan rode playerpick Romelu Lukaku. Ik ga dit weekend niet af kunnen spelen. Dat heb je misschien al gehoord in de video van gisteren. Morgenmiddag om 12 uur vliegen mijn vriendin en ik naar Milaan toe. Dan gaan wij zondag naar de derby. Naar Inter tegen AC. Erg lekker. En maandag komen wij weer terug. Kort weekendje weg. Gezellig. Leuk. Even de liefde bedrijven in Milaan. Het gezellig hebben in Milaan. En dan kan ik dus ook geen Weekend League spelen. Ik ga het vanavond nog wel doen. We zien nu 4 potten. En dan ga ik daarna nog doorspelen. In ieder geval goud 3 proberen te halen. Zodat je wel 2 player picks hebt. Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik het doe. Maar prima. Als het makkelijk gaat, dan gaat het makkelijk. En als het niet makkelijk gaat, dan gaan we meemaken hoe ik daar mee omga. Na deze tweede wedstrijd kopen wij een nieuwe Prime Icon. Voor in het team. Op CVM. Hij moet linken met Romagnoli. En het is niet Gattuso. We hebben een Italiaanse middenvelder nodig. Andrea Pirlo. Wij gaan Andrea Pirlo kopen voor in het team. Voor deze 14 potjes voor vanavond. Gewoon om hem uit te testen. Het is een speler die ik natuurlijk heel leuk vind om in het team te hebben. 5-star skill moves. Dus dat is ook nog top. En je gaat hem ongetwijfeld ook in actie zien. Niet ongetwijfeld. Je gaat hem in actie zien deze aflevering al. Want ik scoor mooie doelpuntjes met hem. Lukaku is echt een tank. Hij voelt nog beter aan dan zijn vorige in vorm. Wat gek is, want zo... Natuurlijk, hij is beter. Het is niet gek dat hij beter aanvoelt. Maar wel dat je dat verschil echt merkt. Kan ook een beetje placebo zijn. Noem het op. Het is... Hij voelt iets behendiger aan. En het is raar, want Lukaku is niet behendig. Zelfs die volgende in vorm is dat niet. Maar het kan ook zijn omdat ik tegen slechtere tegenstanders speel. Pirlo hebben we nu gekocht. Hebben we in ons team gezet. Hij is 740k. Tenminste, voor dat bedrag hebben wij hem gekocht. Het kan zijn dat de Future Stars zijn prijs een beetje laat schommelen. En dat hij daardoor of iets hoger of iets lager wordt in prijs. Maar ik hoop dat we hem vanavond nog kunnen verkopen. Hij is op dit moment 770k. Dus dat betekent dat we geen verlies maken als we hem nu verkopen. Of in ieder geval minimaal verlies. Hier weer een ontzettend lekker doelpuntje van Lukaku. We stonden 1-0 achter. En hij scoort. En is het Pirlo hier met wat skill moves en elastico. Wordt die bal uiteindelijk geblokt. Belandt wel weer voor de voeten van Pirlo. En wat een paas op Sola. Wat een paas. En dat merk je dus echt. Hij heeft 95 passing. Je merkt dat zo ontzettend erg. En ook zijn dribbelen merk je. Hier Marcelo die was mee opgekomen. En die geeft de bal aan Sola. En die scoort de 1-3. En uiteindelijk Ridgecut met tegenstander. Want wij zetten deze ontzettend lekkere solo. Want met Pirlo. We stoppen met rennen. We doen een elastico. En dan doen we een running wakka wakka. Uiteindelijk pasen die bal op Politaan of Hazard. Die hem op Sola paast. En Sola scoort 1-4 Ridgecut. Welkom Pirlo in het team. De maestro, onze Italiaanse wijndrinker. Het is heel leuk om met dat soort icons te spelen. En dat is ook de reden waarom ik mijn team natuurlijk heb verkocht. In de vorige aflevering zag ik ook aan het begin van deze video. We hadden het al besproken, maar ik heb het uiteindelijk gewoon gedaan. Want, nogmaals, ik kan niet heel erg lang en uitgebreid spelen. Dus ik wil... Waarom trilt mijn telefoon? Nee, dat is onprofessioneel. Ik kon niet de hele tijd of de hele weekend spelen. En volgende weekend ook niet. Dus ik vond het zonde om zulke dure spelers te hebben. En als we dan nu inderdaad 2 weekenden een paar wedstrijden kunnen spelen. Niet helemaal af kunnen maken. Dus het ook niet zo heel serieus wordt. En dan heel veel lol kunnen trappen met spelers als Pirlo. Dan sta ik daar heel erg voor open. En dat bevalt heel erg. Dit was een heel mooi doelpunt van Lukaku. Zijn positionering was echt perfect. Je hebt niet vaak dat spelers teruglopen van buitenspel. En het ook zo direct doen. Dit is een heel erg prima assistje van Lukaku op Hazard. Die de gelijkmaker scoort. Stond er 2-0 achter. Nu is het 2-2. Vervolgens dit prachtige doelpuntje met Pirlo. Beetje skillen op Hazard. Op Sola. Op het goede moment tussen 2 verdedigers wegdraaien. 2-3. Een paar minuten later. Politano op Lukaku. Flikkie over Blank heen. En oh,
je nou? Hoe kan je dat nou doen? Mijn tegenstander scoort nog wel de 3-4, maar dat was gelukkig te laat. We spelen de wedstrijd professioneel uit. We gaan 4-0. En nu gaan we kijken naar de Future Stars promo, het tweede team. Het is 7 uur. Het tweede team van de FUT Future Stars is uitgekomen. Vandaar de FUT Future Stars. Vandaar dat ik ook de video wat later upload, omdat ik wel het team erbij wil houden voor de video, zodat ik direct erop kan reageren. Ik ga eventjes switchen weer, huppakee, naar Twitter, want daar staat hij. EA heeft Lautaro Martinez. Lautaro Martinez erin gestopt. Oi, oi, oi. Dit is goed. Dit is goed. Haaland, Herland, Holland. Die heeft ook een ziek kaartje. 94 pace, 94 shooting, 90 dribbelen, 94, dat is echt bizar. Martinez heeft ook een ontzettend goed kaartje. 92 shooting, 1, of wat zeg ik, 92 pace, 91 shooting, 93 dribbelen, 82 passing, 94 physical. Valverde van Real Madrid, Valverde. Ook een ontzettend goed gebalanceerd kaartje. Hij is niet heel klein, hij is volgens mij best wel lang. En dat hij dan ook nog veel defending en pace heeft, is echt perfect. Palacios heeft een interessant kaartje van Leverkusen. Ook een goede Argentijnse middenvelder. Heeft hoog, hoog werktempo. Hudson-Odoi heeft zekers te weten een goed kaartje. Ik weet niet of hij 4-star skills heeft in-game. Tielemans, ook een oké kaartje. Past niet helemaal bij de meta. Is wat langer, niet zo snel. Ook niet heel goed verdedigd, ook niet heel goed fysiek. Terwijl hij wel echt een CVM is, want op 10 ga je niet spelen. Dani Olmo, die getransferd is naar Leipzig. En ook een kaartje bij Leipzig heeft gekregen. Ook wel leuk, maar niet een kaartje dat ik per se zou gebruiken. Sar heeft volgens mij maar 2-star weakfoot, 1-star weakfoot. Maar bizar snel, goede dribbel, goed schot. Ook een heel goed kaartje. Tomori, dat is echt niet normaal. 88 pace, 85 defending. 85 physical. Luis Felipe zit er nog bij. Ik doe mijn scherm weer eventjes omhoog, want dan zien jullie alle andere spelers ook. Luis Felipe zit erbij van Lazio, maar die is volgens mij niet zo heel erg lang. Of daar is iets mee met dat kaartje. Kone, best wel oké kaartje, maar niet heel denderend. Rednan Lodi, goede Braziliaanse linksachter. Maar we hebben Marcelo flashback al, dus hij gaat ook niet in ons team komen. Donjo Mulu heeft er een. Donjo Malen heeft er een. Ja, ja. Ook heel tof voor een Eredivisie team. En Kerer heeft ook een interessant kaartje. 85, niet zo heel hoog. Maar best wel oké nog voor Ligue 1. Is er dan nog iets anders bijgekomen? Tierney heeft een SBC gekregen volgens mij. Dat is wel echt een hele goede kaart voor een linksachter. Holy shit, die is snel. Hij is sterk, kan goed verdedigen. Zijn dribbelen is echt heel goed. Zijn passing is heel goed. Dit is echt een bizar goede linksachter. Nou hebben wij al een Schotse linksachter in de vorm van Robertson. En we hebben al linksachter in de vorm van Marcelo die onze basis staat. Dus goede linksachters hebben we op dit moment niet nodig. Heel erg ziek, heel erg ziek. Een SPC'tje inderdaad. Goed, ga kijken op FUTBIN naar de stats van Lautaro. Lautaro jongen, Lautaro Martinez. Wat een absolute legend. Oh, er is ook nog een andere speler gereleased, zie ik nu. 4-star skill moves, 4-star weak foot. Zijn dribbeling is heel goed, zijn shooting is heel goed, zijn passing is heel goed, zijn physical is heel erg goed. Die 4-ster, hij is lang, hij is behendig, holy shit. Hij is ook nog snel, hoef je eigenlijk niet verder te boosten. Dit is een heel erg goed kaartje. Ik kan me niet voorstellen dat je hier alleen maar squad battles voor hoeft te doen. Wat een ontzettend zieke kaart is dit. Wat een ontzettend zieke kaart om dit te unlocken, dit klopt niet nu. Maar zelfs een 85 is al goed. Die 88 is echt wel de moeite waard, denk ik. Lautaro, waar ben je? Oh, die wil ik halen, jongens. Die wil ik halen. Daar wil ik vanavond nog Weekend League mee doen. Het is niet de Weekend League gameplay die jullie net hebben gezien. Die hebben jullie al gekeken. Dat is met onze rode Lukaku. Een price range van 230.000 tot 4,4 miljoen. Zijn pace is uiteraard goed. Zijn shooting is nagenoeg perfect. Als je een sniper teamgestel geeft, dan wordt alles heel erg geboost. Zijn passing is heel erg goed. Vision is heel erg goed. Short passing heel goed. Long passing heel erg goed. Dribbling is ook goed. Heading 99, tuurlijk. Zijn physical, bizar. Als je hem een dead eye geeft. Als je hem een sniper geeft. Laten we dat doen. Maestro. En dan gaat zijn vision nog meer omhoog. Dan is hij een 96 cam. Oh mijn god. Dit is precies wat ik nodig heb. Want ik heb een speler nodig die in de spits kan spelen. En op 10 achter Lukaku. En Lautaro is dat. Ja, ik wil hem halen. Ik wil hem halen. Hoe duur zou hij nu zijn? Hoe duur is deze man nu op PlayStation, als hij überhaupt al gepakt wordt. Pak mijn controle erbij. Oké. Lautaro. Man, wat een ontzettend brute, zieke kaart. Een kaart waarmee ik tot de rest van FIFA waarschijnlijk wil gaan, /moet blijven spelen. Is hij al gepakt? Ja, 4,4 miljoen, 3 miljoen.
Het gaat een prijzig kaartje worden. Het gaat een heel erg prijzig kaartje worden. Dat is één ding wat zeker is. Maar wel een kaart die ik moet hebben. Tot wanneer is de promo er? Is daar iets van erbij gezet? Misschien als ik Ultimate Team in en uit ga, dat er dan staat. Maar ook Malen heeft helemaal niet een verkeerd kaartje, hoor. Het is niet heel geweldig. Ik zou persoonlijk niet in mijn team zetten. Maar nogmaals, we hebben best wel een goed team. Maar holy shit, wat een kaart zit ertussen. Die Haaland, die gaat duur zijn. Die Herland, Holland, nogmaals. Iedereen spreekt het anders uit. Wat zou zijn prijsrange zijn? Van Haaland. Die heeft een prijsrange van... Sowieso Extinct ook. 4,6 miljoen. 4,6 miljoen voor Haaland. Oi, oi, oi. Oh, hij is niet Extinct. Er staat er eentje op. Ja, 3-ster, 3-ster, dat is een beetje killing. Maar alles aan deze kaart is wel heel erg goed. Ja. Nogmaals, ik zou hem persoonlijk zelf niet nemen. Maar dat zouden mensen ook over Lautaro zeggen. En ik vind het best wel ziek dat ze Lautaro Martinez ook een 92 kaart hebben gegeven. Nog even kijken naar die Osimhen kaart. Is dat een objective? Hoe noem het dan wel op? Want dan is het misschien echt wel interessant om die te gaan doen. Ja, Future Star. Score separate matches. Rivals. Ja. Oké. Okay. Score 20 doelpunten. Waarschijnlijk is het niet eens heel erg moeilijk. Heel erg extreem moeilijk. Maar wat een kaart is dit, zeg. Holy shit. Die is ook echt heel goed. Ja, tof dat EA weer zoveel kaarten released voor mensen die je gewoon kan halen door het vrij te spelen. En als het goed is, zijn ze ook tot het einde van het seizoen er. Dus je hebt nog 34 dagen ervoor. Hij heeft een goed linkje met deze man, die Osimhen, met die Kalou. Het is misschien handig om die Kalou te unlocken als je dat moet doen. Zodat je die Osimhen in je basis kan zetten en makkelijk kan linken gelijk. Want speel met hem met een 4-3-3 en die andere Nigeriaan dus op rechtsbuiten. Dan zorg je ervoor dat die... gelijk als je een icon of een andere link hebt, Neymar, MVP, noem het op, dat hij gelijk op volledige teamgeest komt, omdat hij dan niet zoveel linkjes meer nodig heeft. Oh, Lautaro Martinez, wat ben jij goed, zeg. Wat ziek. Dat zijn mijn enige gegeven. Ik denk dat hij misschien naar de 2 miljoen gaat. Hij is nu wel heel erg gehyped natuurlijk. Zijn kaartje is ook echt bizar goed. Zijn passing is vooral zo goed. Hij heeft slechte passing op zijn kaartje, omdat hij lage free kick accuracy en crossing heeft. Maar dat heb je niet nodig als je hem op 10 speelt. En voor de rest is hij voor 10. Hij is sterk, hij is snel, hij is behendig. Kan dus goed pasen, goed genoeg. 4-ster. Oh, deze kaart kan in de aanval echt op elke positie staan. Wat ziek. Ja, hey. Ik hoop dat hij wat daalt in prijs. Misschien kunnen we hem vanavond al halen. Dat zou een domme set zijn. Dus laten we dat misschien maar gewoon niet doen. En de rest nog spelen met Lukaku in de spits. Die het prima doet. Je hebt net al wat gameplay ervan gezien. Maar ook Pirlo vind ik heel leuk om te gebruiken. Die hadden we gekocht. Lukaku. 7 doelpunten, 4 wedstrijden. Ik zeg het maar. Goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Blijf op stop zijn. Vergeet niet te abonneren. En ik check je allemaal later. Joejoe.